ik merk heel erg de verschuiving in de muziekindustrie als ja, verantwoordelijke voor distributie. Vooral omdat de markt meer en meer aan het verschuiven is naar streaming. Een streamingmarkt eigenlijk. De consumenten die streamen muziek, kopen minder en minder muziek. Vinyl blijft wel bestaan en groeit. Alhoewel, dat blijft een bepaalde nichemarkt. En op dit moment blijft de grootste inkomsten voor platenfirma's in België toch nog steeds, en in Nederland ook, toch nog steeds de cd-verkoop. Al daalt die heel zwaar. Natuurlijk voel ik wel de daling van die cd-verkoop, dus probeer ik op een andere manier soms ook inkomsten te verkrijgen. Vaak is dat door bepaalde diensten aan te bieden in zaken promotie en marketing, soms ook in zaken innen van bepaalde rechten in bepaalde territoria. Bijvoorbeeld als we maken deals met bepaalde labels waarmee dat we samenwerken, dat we nevenrechten innen voor hen en doorstorten als we zelf daar geen deal voor hebben.